Lang geleden was Nederland een land van dorpjes en steden. Er werd gebouwd met lokale materialen en stijlen. En dus had elke streek een eigen aanblik. Door de industriële revolutie kwamen er allerlei nieuwe bouwtechnieken. Bezorgde burgers zagen dat door die ontwikkelingen de schoonheid van het oude bedreigd werd. Daarom kwamen ze bij elkaar. Dit leidde in 1911 tot de oprichting van de Vereniging Heemschut. Een club van burgers die de omgeving, het heem, wil beschermen. Schutten. In meer dan 100 jaar heeft Heemschut heel wat bereikt. Zo is er een monumentenwet gekomen en daardoor zijn tienduizenden historische gebouwen en ook gebieden beschermd. Maar Nederland is nooit af. Nog steeds worden bijzondere bouwwerken en waardevolle landschappen bedreigd. Burgers zijn daar vaak bezorgd over. Heemschut helpt mensen die in actie willen komen om erfgoed te beschermen. Samen zijn we de erfgoedbeschermers.